Dit college is rampzalig voor de Brabantse boer. De PVV sluit zich aan bij het commentaar van de boerenorganisaties om extern solderen met veehouderijen met dier- en fosfaatrechten mogelijk te maken. Er kleven enorme risico's aan het openstellen van extern solderen, zoals het ongecontroleerd opkoop van boerenbedrijven, het wegleggen van stikstofruimte uit de agrarische sector naar andere sectoren, ongewenste leegstand en verloedering van het buitengebied. Daarbij komt dat de problematiek van de pasmeldingen nog steeds niet is opgelost. De PVV eist dat boeren die ter goede trouw gehandeld hebben met de melding, dat die boeren niet gedupeerd mogen worden. De PVV vraagt aan de gedeputeerden om vanmiddag nog naar de minister te rijden en niet te vertrekken voordat deze problemen zijn opgelost. Voor u lijkt dit een klein probleem, maar de toekomst van vele boerengezinnen hangt hiervan af. Verder stelt de PVV vragen bij het uitwissen van ammoniak uit de landbouw en stikstof uit verbranding van fossiele brandstoffen. Wellicht is dit juridisch toegestaan, maar hoe gewenst is dit? Onze boeren worden continu aangevallen door zowel minister Schouten als door dit Brabantse college. Boeren zijn helemaal niets opgeschoten met dit nieuwe college. En de PVV is het zat. Het is tijd dat we achter onze boeren gaan staan. Tot hier en niet verder. Genoeg is genoeg. Maar er is een oplossing. 17 maart 2021 kunnen we afrekenen met het stikstofprobleem. En dat kan door op de PVV te stemmen. Voorzitter, tot zover.